Werkvoorziening globaal benoemd. In de beleidsregels zijn er verschillende voorzieningen. Mevrouw de Timmer, dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk naar de heer Van Mierlo of hij aanvullende vragen heeft. Dat is doorkijken naar de toekomst. Hè? Dus de behandeling van de pest. Ja, het was inderdaad wel een heftige week. Het was ook wel, het zijn al tijden heftige weken bij de Partij van de Arbeid. We hebben een lastige tijd achter de rug. Nou ja, maandag kwam daarbij dat Willem Lapatti bekendmaakte dat hij naar de VVD overstapt. Ja, dat is een heel raar begin van je week. Ja, we hebben een lastige tijd achter de rug. We waren ook bezig om eruit te komen. We hadden eigenlijk vandaag ook gesprekken gepland staan. Het is jammer dat hij dat niet heeft afgewacht. En dat hij toch naar een partij is gegaan die inhoudelijk wel wat anders is dan de Partij van de Arbeid. Dat vind ik eigenlijk wel vreemd. Voelt u zich al een beetje thuis bij de VVD? Nou, ik kan zeggen dat ik me heel goed thuis voel. Ik heb vandaag ook in de raad aangegeven dat ik vanaf vandaag eigenlijk formeel zeg maar, onderdeel uitmaak van de VVD-fractie. Daar ben ik heel blij mee. We hebben vandaag zelfs al nieuwe fractiefoto's gemaakt. Dus op dit moment zeg maar, wordt het waarschijnlijk al op de website van de gemeente gezet. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Goed, je kwam begin dit jaar in de fractie van de Partij van de Arbeid omdat er een aantal mensen uit die fractie uitgingen. En nu ben je fractievoorzitter. Hoe voelt dat? Ja, weet je, met alles wat er is gebeurd voelt het niet echt feestelijk. En doe je gewoon even wat nodig is. Ja, we gaan aan de slag met de inhoud. We hebben volgens mij de laatste tijd veel te veel met elkaar, hebben we ons te druk gemaakt om elkaar. En ik denk dat we aan de slag moeten met, waar we hier zijn, de motiemarkt, de inwoners. Daar gaat het om en daar gaan we mee aan het werk. Wat verandert er dan eigenlijk? Nou, wat er verandert is natuurlijk gewoon dat ik in een nieuwe fractie zit op dit moment. Dat ik daar heel veel zin in heb en dat ik vooruit kijk voor Almelo. En dat we constructief aan het werk gaan, ook nu in een nieuwe samenstelling. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus het scheelt, ik heb al 4 jaar in de raad gezeten in de vorige periode. Ik ben er nu bijna een jaar weer bij en we gaan gewoon aan de slag.